Geert, goedemorgen. Goedemorgen. Geert, Axo, hè, die heeft met Axalta zijn hand overspeeld. Er kwam een Chinees, geloof ik, langs die meerboot. Een Japanner. Beetje raar, want Axo die kondigde natuurlijk met groot geweld aan dat ze dat bedrijf zouden overnemen. En in Amerika, ze werd de hoogste bieder, krijgt het. Dus het blijkt gewoon dat Axo niet genoeg pegels heeft gehad. Maar wat ze hiermee wel heeft gedaan, en dan moeten we eventjes terug naar begin van het jaar. Toen kreeg Axo een bod van PPG. Een bod van €96,75 per aandeel, inclusief het laatste dividend. En toen schulde men moord en brand. Wij kunnen het zelf wel. Wij gaan onze onderneming, de chemietak en de verftak, splitsen. En we gaan op eigen kracht groeien, et cetera, et cetera. En toen hebben ze die overnemende partij, PPG, van de hand gewezen. Maar nu onderstrepen ze eigenlijk door zelf die slag te proberen te maken in Amerika, dat zo'n consolidatiefase gewoon nodig is. Nou, journalisten gingen natuurlijk onmiddellijk naar PPG toe van: gaan jullie nu nog weer terugkomen om een bod te doen op Axo? En McGarry, ik heb er eens een artikel over geschreven, die zegt: nou, op dit moment hebben we onze focus wel ergens anders op. Maar dat moet je niet geloven, want die man is een echte straatvechter en gewend om zijn zin te krijgen. Dus ik denk dat Axo nu echt met zijn ogen open mag slapen. En ik zal me niks verbazen dat over een maand of twee of drie maanden McGarry komt en een bieding doet en dan gooit Axo de handdoek in de ring. Dus ik zou het aandeel wel durven spelen met colletjes of met turbootjes. Ja, want er stond dus, zeg maar, een dag later, FD, Axo, snelste stijger onder de hoofdfonds. Ja, omdat beleggers eigenlijk, een beetje de beleggers die er verstand van hebben, er wel van overtuigd zijn dat ze nu prooi zijn. Wat Axo wel zou kunnen doen, en daar verbaas ik me wat over, dat is wat kleinere overnames doen. Bijvoorbeeld Tikkurila in Noorwegen overnemen. Ook een hele mooie verffabrikant, dus er zijn er wel een aantal. Dus zorg dat je in een bepaald proces komt. Maar ik heb toch het gevoel dat ze bij Axo niet opgewassen zijn tegen dit soort straatvechterij. Geert, in het algemeen, hè, zeg maar, Merrill Lynch heeft een rapport gemaakt. En wat zijn de kernpunten die hieruit blijken? Ja, dat doen ze onder de grootste beleggers ter wereld. En die hebben €610 miljard onder hun vermogen. Dus dat is nogal wat. En dan vragen ze: hoe zitten jullie gepositioneerd en hoe denken jullie erover? En 48% van deze beleggers vindt de markt overgewaardeerd. Tegelijkertijd zie je dat 16% zeg maar bovengemiddeld risico neemt ten opzichte van anders. En dat is het hoogste percentage altijd. Kijken we naar het gemiddelde cashniveau wat ze aanhouden, dat is het laagste van de 4 jaar, dat is 4,4%. Dus ze zitten allemaal nog vol in die markt. En dat is ook wel logisch als je kijkt naar de 56% die zegt: wij verwachten een hoge groei en we verwachten een lage inflatie. En dat is een ideaal scenario voor aandelen. Maar laat maar zeggen, je zegt het al, ze hebben weinig cash. Als er wat gebeurt, dan zijn de rapen ook echt gaar. Dan zijn de rapen gaar in die zin. Kijk, je moet op dit moment wel heel erg schuiven in je portefeuille. Maar er zijn geen alternatieven. Als je mij vraagt wat zijn de beste beleggingen, dan mag je een deel vastgoed nemen. En de rest is gewoon aandelen. De rente blijft voorlopig laag. Ze zijn ervan overtuigd in dezelfde groep dat als er plotseling een recessie zou komen, dat de overheden en de centrale banken onmiddellijk gaan ingrijpen en bijsturen. Dus wat dat er gaat, weten ze zich gesteund door het hele gedoe. Als ik kijk naar Goldman Sachs, die verwacht dat de mondiale groei voor volgend jaar meer dan 4% bedraagt. En ook als je kijkt naar de waarderingen van Amerika en Europa, dan zijn wij een stuk goedkoper als Amerika. Dus er wordt over het algemeen ook verwacht dat er nog een enorme stuw meer geld naar Amerika toe zou kunnen komen. Maar wat heel duidelijk moet zijn, is: je kan niet alle aandelen meer in je portefeuille hebben. Je moet schiften. Een adviseur is op dit moment heel erg belangrijk. Dus het stockpicking wat beursgenoten doet, het ook durven te verkopen, winst te nemen, daar moet je wel acht op slaan. Je kan niet meer denken van zoals de wind waait, zo waait Marokje. Daar is je geld te lief voor. Zo'n Noors pensioenfonds, hè, die miljarden heeft, en die stappen dus uit de olieaandelen vandaan, terwijl die $63 inmiddels is. Dus er is geen reden voor eigenlijk. Nou, zij hebben natuurlijk door die lage olieprijs in Noorwegen een lesje gekregen. Het is een olieproducerend land en zijn erg afhankelijk van de olieinkomsten. En door die lage olieprijzen moesten ze €1 miljard bijstorten op het begrotingstekort. En dat hebben ze uit het staatsfonds gehaald, wat overigens heel groot is. Dat is 1 biljoen, dat is een 1 met 12 nullen groot. En daarmee hebben ze wel gedacht: ja, jemig, we zijn wel erg afhankelijk van die olieprijzen. Ook met onze beleggingen in BP en Royal Dutch en Chevron, en dan gaat zomaar door. En daar
daarvan hebben ze gezegd, nou dat bouwen we af en dat gaan we wat meer spreiden. Dat zou iedereen met zijn geld doen. Dus het lijkt wel wat raar voor een olieproducerend land, maar ik vind het niet meer dan verstandig. Maar Koninklijke Olie zelf? Ja, als je kijkt naar de cijfers over de laatste 9 maanden, dan hebben ze de verwachtingen verslagen. Het dividendrendement, ook over het laatste kwartaal weer 47 cent, hebben ze 5,9% rendement. En het is een aandeel wat natuurlijk in een lastige markt zit. Maar ze kunnen nu op dit moment, doordat ze alles opgeschoond hebben, heel goed leven met een olieprijs van $50. En er staat 63, dus ze draaien heel goed winst. Maar wat ik wel zeg tegen mensen, een bedrijf evalueert zichzelf ook. Hè? Je ziet dat ze nu investeren in gasvelden, in alternatieve bronnen, zoals op zee, die windmolens. Maar ik vind een heel mooi voorbeeldje vind ik daarvan DSM. DSM was de steenkolenmaatschappij en daar heb je eigenlijk een soortzelfde situatie gehad 50, 60 jaar terug. Als ik dan nu kijk hoe DSM zich geëvalueerd heeft, staat de koers op de hoogste aller tijden. En heeft niks meer te maken met steenkolen, maar is een vitaminefabrikant, de grootste ter wereld. En dat is wat beursgenoten ook. Dus oké, Koninklijke Olie, we zien die moeilijkheden in de olie heus wel, maar je verdient toch steeds goed. En de laatste druppels worden natuurlijk heel duur verkocht, dus daar kan je voorlopig wat mee vooruit. Maar wat doe je verder om de toekomst te slechten, om te zorgen dat je evolueert, dus van houten wielen naar rubberen banden gaat? Dat is beleggen, dat is hartstikke mooi eigenlijk. Ik las in je blad een stuk over ICT. Ja. En wat is er voor bedrijf? Nou, ICT, dat staat eigenlijk nergens op een radar. Is wel een beetje logisch. Het bedrijf zit voor 70% in vaste handen. Dus daar is een dunne handel in. Maar het is echt een aandeel. En het rapport kunnen mensen gratis downloaden op onze site. Zodat ze het echt tot zich kunnen nemen. Een Nederlands bedrijf? Het is een Nederlands bedrijf. Het is in 1997 op de Amsterdamse beurs gekomen. Het zit in Barendrecht. En het bedrijf is still going strong. Het heeft een wat ze maar noemen, een buy-and-build strategie. Dus middels autonome groei. En middels kleine overname proberen ze te groeien. Net zoals Jan Alberts dat deed. Dit jaar gaan ze voor het eerst door de 100 miljoen euro omzet. En ze zijn net een samenwerking aangegaan met EcoTwin. Door het draadloos schakelen, aan elkaar koppelen van vrachtwagens op de weg. Waardoor je een soort kolonne krijgt. Nou ja, dat kan heel veel tijd schelen en heel veel ellende op de weg. Dus het is een bedrijf wat echt op alle niveaus acteert. En voortdurend groeit. En als ik dan kijk naar de balans, zijn bijna geen schulden. Er staat 5 miljoen euro per kas op de bank. Als ik kijk naar de EBITDA, die was in 2016 10,3 miljoen euro. Over 2017, dit jaar, verwacht ik 10,5 tot 12,5 miljoen. Ja, lees dat. Het is een leuk aandeel om op een plank te leggen, om te volgen. Het kan naar mijn optiek, vooral ook omdat ik voor volgend jaar de winst ook weer fors hoger inschat, een 20% stijgen. Maar het is zo'n dunne handel, dus je moet het eigenlijk kopen met een beetje een buy-and-hold gedachte. En het dividend? Het dividend is op dit moment 3%, dus dat is ook helemaal prima. 70 cent winst per aandeel dit jaar, schat ik in. Maar het zit 70% in vaste handen. Ja. Is dat toch niet link? Link, je moet natuurlijk kijken, als de koers is dit met 12,80, dan probeer je voor 12,85 te kopen. En als 12,90 is, kun je besluiten om het wel te doen. Maar je kan ook zeggen, dan wacht ik even tot iedereen het vergeten is. Kijk, beleggen is niet maar een pot geld op je beurs keilen. Dat is natuurlijk goed even opletten wat je koopt en tegen welke prijs je het koopt. Maar ik rijk het aan en je hoeft het niet vandaag te kopen, dat kan ook best van morgen. In de verzekeringsbranche had je een fonds, Unipol Grupo. Ja, dat zijn de attractieve beleggingen. Daar zit ik zelf ook in. Unipol Grupo, dat is een verzekeringsbedrijf, een klein stukje in financiële dienstverlening ten aanzien van de particulieren. Heeft dit jaar een enorme reorganisatie ondergaan, waardoor de fundamenten heel erg verbeterd zijn en de winstvooruitzichten heel erg goed. Nou, prima. Maar dan zit er een trigger in. Ze hebben die balans helemaal lean and mean gemaakt. En ze hebben 3 miljard aan, dat noemen we NPL's, non-performing loans, dus leningen die erin renderen, hebben ze afgeschoven in een aparte entiteit. Dus van de balans af ben je kwijt. Maar wij denken dat die 3 miljard euro nog wel 20% gaat opleveren de komende jaren. Dus 600 miljoen euro komt er gewoon netto weer terug in het bakje van Uno Grupo. 3,80 euro het aandeeltje. En ik heb ook even over de wereld gekeken. Van hoe denkt de rest van de wereld erover? Nou, die zien allemaal koersdoelen van 4,60 à 5 euro. Dus een hele mooie dobbel om te spelen met een koersstijging van 30%. Het klinkt Italiaans, is dat het ook? Het is een Italiaans bedrijf, ja. Ja, ja. Geer, en dan Aegon, hè? Want laten we zeggen, die staan nou 5 euro. En dat, ja, dat wil niet erg. Het staat 5, 15, 25. Ja, maar je had in het verleden had je een prachtig mooi
beleggingsvehikel ervan gemaakt met poetjes en kolletjes. Hoe zat dat ook weer? Dat is nog geen jaar geleden. Dat was wel grappig. Toen had ik dus inderdaad de poet en de kool geschreven rond de aandelen. En dat hadden de mensen toen gekregen. En dan kon ik 140% maken bij gelijkblijvende koers in 4 jaar. Nou, ik weet nog wel, het Financieel Dagblad had een groot artikel. Kan dat waar wezen? En dat vond je overal in de media. Nou, een maand of 6, 7 later hebben wij iets van 80-90% gecashed en haalden we de buit binnen. Ik wil zoiets wel weer doen, dus ik zet het vinkert over mijn leden. Ze vragen dat de hele tijd, nou, kan het weer? Maar die opties zijn op dit moment niet goed geprijsd. Dus ik moet iets meer volatiliteit, beweging hebben, waardoor die prijzen wat beter worden. En dan sla ik toe en dan gaan we het spelletje weer doen. En dan ben ik er eigenlijk zeker van dat het weer in onze zakken loopt. Ik heb aan Aegon echt al heel veel verdiend. Het bedrijf zelf groeit traag, maar te traag. De beleggingsportefeuille die levert te weinig op en de rente is laag. Dat is niet goed voor Aegon, maar fundamenteel is het een super aandeel. Winst per aandeel 53 cent, dus je zit onder de koerswinstverhouding van 10. Het dividend is 27 cent, dus 5% rente. Dus de mensen die het aandeel hebben, blijven gewoon lekker bovenop zitten. En ik leg als een kat te loeren op een klein vogeltje en ik spring zodra ik kan. Die hele schuldenpositie in China, waar ik het over had met de opening, hoe zie je dat? Ja, het is zo lastig omdat in China gewoon niks gereguleerd is. He, dus in feite, ze kunnen er maar, als ze morgen besluiten om daar een goed verhaal van te maken, doen ze het ook. Ik denk wel dat je er oog voor moet houden, voor moet hebben. En ook dan bij die aandelen die heel erg China gelieerd zijn. En natuurlijk zal als daar echt een bom zou barsten, zal dat ons ook meeslepen. Maar ik zie dat eigenlijk meer als een kans om eerlijk te wezen als een last. Op dit moment zijn er geen alternatieven voor het geld. De overheden hebben de zaken goed onder controle. Dus als je maar eens gecorrigeerd, en ik lees dat de hele tijd, bubbel dit, bubbel dat, en denk ik, hoezo bubbel? Als je koers 10% naar beneden gaat van heel veel aandelen, dan zijn wij massaal koper, omdat we weten dat we uiteindelijk toch hoger gaan. Altice, nou, die heeft een enorme klap gemaakt naar beneden. Ja, daar ben ik niet gerust op, daar ben ik heel eerlijk in. Wij hadden het advies op onze site, we hebben een dagelijkse stand van zaken. Hadden we houden staan, en ik heb toch donderdagmiddag met analisten een gesprek gehad. Ik zei, we maken het puur speculatief van. Kijk, de CFO van Altice, die kwam bij UPC vandaan. Nou, we hebben gezien hoe dat afgelopen is. Dit soort bedrijven hebben hele hoge schulden en die lenen overal, ook bij hedge funds. En op het moment dat ze de schulden in moeten lossen, dan zeggen die hedge funds, nou, ga maar een aandelenswap doen. En dat gaat dan vaak tegen hele lage prijzen. Dat kan bij wijze van spreken wel voor 1 of 2 euro per aandeel. Ik ben er heel ongerust. Ik denk niet omdat het eerst 40 gestaan heeft en nu 8 dat het goedkoop is. ABN AMRO Bank kwam van de week met een koopadvies. Ik denk dat dat een verkeerde call is. Ik denk echt dat je bij dat aandeel heel ver weg moet blijven of je moet voor gokken houden. Heeft ABN een belang? Ja, weet je, dat is altijd lastig. Ik ga ervan uit dat ze objectief zijn. Maar de hele bankenwereld en iedereen zit er met geld natuurlijk in. Dus dat is niet te zeggen. Maar ik zie het totaal anders. En ik vind geen aandeel in een normale beleggingsportefeuille. Het is te risicovol. Paul de Vries met Valuate. Hè? Is dat nou een dobbelfonds? Wat is dat nou? Wat moeten we daar nou mee? Ja, wat moeten we daar nou mee? Dat vraag je aan mij. Ja, waarom mag ik dat niet vragen aan jou dan? Ja, nou ja, mag het dat vragen aan mij. Maar ja, ik bedoel, hij heeft natuurlijk enorme problemen gehad met het goedkeuren van de jaarverslagen. En wij weten eigenlijk niet goed, waarom. Ik denk wel eens dat hij meer een jurist is als koopman. Hm. En dat zie je wel terug. Hij heeft nou wel zijn value-add lean and mean gemaakt. Dus als een deelnemer in een ander buffetje en veetje te stoppen. Dus dan zitten die lasten eventueel daar. Maar het is geen aandeel op dit moment veilig in te beleggen. Het is te ondoorzichtig en de strategie is eigenlijk een beetje een ratje toe van alles. Een goudwinkeltje, een IEX'je, een voedingsbedrijfje. Er zit geen strategie achter. Tot slot, Geert. Het blad dat gaat nog steeds goed. Wat krijgen we tegenwoordig? Wat moet je tegenwoordig betalen? Nou, we hebben een Black Friday actie op een site staan. Dus je kan 2017 en 2018 voor een hele lage prijs krijgen. Maar je krijgt er natuurlijk wel heel veel voor. Het is niet alleen het blad, het is ook onze site. Elke dag zijn we met aandelen bezig. We houden de hele beurs bij. Hè? Dus je kan ook, bijvoorbeeld als je denkt, Conocoli, ik wil lekker op vakantie. Vink je hem aan, ik volg hem in een letserver. Zodra wij wat schrijven, krijg je het automatisch op je smartphone of in je mailbox. Ja, je kan bij de vraagbaak kun je vragen stellen. Wij zijn een beleggingsadviseur in woord en geschrift en eigenlijk denk ik de enige partij die echt onafhankelijk is in Nederland. Want ik heb met niets en niemand te maken. Ik zeg gewoon wat ik vind en wat ik denk en dan kun je het mee doen. En als je het niet met me eens bent, heb je ook wens, dan weet je wat je zelf gaat doen. Ben je het wel met me eens? Nou,
tel je ja, best. Af en toe krijg ik wel eens kritiek, maar dat... Dat is mooi, maar dat moet ook. Daar kun je tegen. Kijk, grijze muizen zijn er genoeg in de wereld. Dat ga ik niet zijn. Ik weet nu zeker met Altice dat heel veel mensen die aandelen hebben... Die schoppen mij tegen de stoel aan. Okay. Ik had laatst een artikel geschreven... We moeten gaan brunchen. Als jammer, dan gaan we even Bitcoin hebben bedreigd. Ja, dat is echt geweldig. Oké. Okay. Ja.